wat zit er nou in zo'n doos? Just chocolate. Chocolate? Do you like chocolate? Shall we eat them? Before we get to the till. I like birds. You like birds? Yes, like tomorrow is my birthday. Yes. And I ate two ducks. Yeah. We zijn in de American Bookshop. Vorige week, twee weken geleden, waren we hier met Hugo Kaagman. Elke zaterdag boeksigneringen. Nu met Angelique Houtkamp, tatoeëerster. En ik zie dat de boeken bijna op zijn. Angelique, hoeveel mensen zijn er al niet geweest? Ik zou je niet kunnen zeggen. Ik ben heel slecht in schatten. Heb je al RSI van het signeren? Nee, want dat valt reuze mee. Je krijgt meer last van je glimlachspieren dan van je pols. Je bent naar de kapper geweest? Ja. En je hebt een heel mooi zwart jurkje aan en een legging. Ja. Ja, we beschrijven tegenwoordig hoe iemand eruit ziet. De cameraman is net aan de beurt geweest. En Van Aneke, ik heb een boek gezien en er staat een interview in. Er staan wat flesjes in en hele mooie foto's van je. Ja. Wat kost zo'n boek en waarom wil die eigenlijk een boek? Dit is al mijn tweede boek. Dus het waarom, daar ben ik al voorbij natuurlijk. Ik wilde een boek omdat er werd mij gevraagd om een boek te maken door mijn galerie in Australië. En die mensen hadden al eerder hele leuke boeken gemaakt, dus dat zag ik meteen zitten. En een galerie in Australië betekent dat ze je regelmatig tickets sturen en dat je naar op reis gaat? Nou, dat ik naar hun toe kom om te exposeren. Naar hun sturen de tickets of? Ja. Dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Kan je het boek even laten zien aan de kijkers? Dit is de cover. Dit is mijn werk. Een introductie door Mike Giant. Dus ik zie hier ook een straat, dat is niet de Marnixstraat. Nee, dit is de Frederikstraat, daar woon ik. Hij heeft een tekening gemaakt van mijn huis. De Frederikstraat is zijstraat van de Overtoom. Ja, dat klopt. Wat goed van je. Dat heeft een oude vriend van me. Hij is daar geboren in 1908 en dat was Martin Sterman. Dat was de eerste neger in Amsterdam. Nou, niet te geloven. Nou, daar woon ik dus, in een historische straat in Amsterdam. En een interview. En inspiratiedingen, foto's van Amsterdam, Kapitein Seppels. Foto van Vattenvloer. Hele mooie gekleurde plaatjes, mooi verzorgd drukwerk dus. Ja, het ziet er goed uit hè. Nog meer vintage inspiratie, ephemera. En nog meer werk van mij natuurlijk. Foto's van Floor. En zo gaan we door. Tatoeëer je nog? Of heb je daar geen tijd meer voor? Nog wel, maar niet zoveel meer. Eén keer in de week, één keer in de twee weken. Want dit ja, schilderen neemt ook veel tijd in beslag. En wat kost zo'n boek? Dit boek is €19,99. En dat is alleen bij de American Bookshop, waar we nu zijn, of ook in andere boekwinkels? Ook in andere boekwinkels, maar... ACO? Nou, dat denk ik niet. Independent Outlet bijvoorbeeld... KNMS-eiland en op de een andere straat in het centrum. Ja. Heb je meer succes met je boek in Nederland of in Australië? Nou, mijn eerste boek was heel slecht te verkrijgen in Europa. En dat liep heel goed in Amerika en Australië. Dus mensen kennen me daar iets beter dan hier. Was het eerder uitverkocht of daar werd het slechter? Het werd slecht gedistribueerd hier. Het schijnt lastiger te zijn in Europa. In Amerika en Australië is dat allemaal wat centraler en makkelijker. En hier in Europa, ik denk omdat we gewoon allemaal kleine landjes zijn met verschillende talen, is die distributie wat moeilijker te doen. Is het Nederlandstalig? Ik heb het nog niet gelezen. Nee, het is Engelstalig. Dus dat maakt niks uit? Nee, maakt niks uit. Nederland is Engelstalig eigenlijk ook. Ja. En, dat Duitsland en Frankrijk misschien een andere taal wilden, kan ik me voorstellen. Ja, nee dat gebeurt niet. Dus, ja. Maar het gaat toch voornamelijk om de plaatjes. Oké, komen ze ook nog eens print voor aan de muur? Of? Ja, via mijn website kan je prints verkopen. Mensen kunnen daarheen. Oké, dankjewel. Nog even de website. salonserpent.com. Dankjewel. Alsjeblieft.